Deze beschouwing die gaat over de Jezuïeten, de Illuminati, de vrijmetselarij en de aanslagen op 11 september. De aanslagen van 11 september op de Twin Towers in New York. Ik ga daar meerdere uitzendingen aan wijden. En ik heb jullie eerder daarover verteld dat Tom Fress. Eh, zegt dat die aanslagen van 11 september. het werk zijn van de Jezuïeten. Gisteravond hoorde ik een stukje van Tom Fress. dat heb ik ook gelijk geboekmarkt. Waarin hij het daarover heeft. En dat is in een, de uitzending die hij heeft. Over codewoord Barbelon gemaakt. Hè. En codewoord Barbelon is een boek van P. D. Stuart, Pieter Dirk Stewart, met een T, twee T's. Codewoord Barbelon. En daarvan uitzending 44. Dus, dus, euh, ik heb ze allemaal geluisterd. hè? Nou, in dit uur, de, die, uh, die, uitzend, die uh, uitzending 44 duurt een uur. Daarin zegt hij op minuut 47 een aantal dingen. En ik zal eerst even Tom Fras aan het woord laten. En dan ga ik dat daarna met jullie doornemen. Het is Engels, maar uh, dat moet hem even. En uh, door gehannes hier met de opname toestand... Uh, moet ik even heel ingewikkeld gaan klikken, maar dat vergeef je me maar, ja? Ik ga nu overschakelen naar de stem van Tom Fresh. Dat kan even duren voordat je Tom Fresh hoort. But the north one so they toppled our Protestant liberties in the 14th Amendment. We can claim those liberties all we want, but Rome doesn't acknowledge them. And that's consistent with Pope Pius IX's Syllabus of Error too. The same Pope that sided with the Confederacy also wrote the Syllabus of Error. Damning our form of government and all Protestant liberties in this country. Pope Pius IX destroyed Protestantism in this country back in 1865. Did your history book tell you any of this? Mine didn't. He says, as a result of this legal coup, today we have the Jesuit-led Patriot Act. And what have you heard me say once? If I've said it once a hundred times, the Patriot Act is just Roman Catholic canon law under a cover called patriotism. So who is it patriotic to? It's patriotic to the Pope. When one understands what took place at the passage of the Patriot Act, then you realize just how much power Rome has in this country. The United States has literally become the image of the beast. And what has been the defining characteristic of that beast power for all of its existence? Wholesale, government-sponsored, religious persecution, inquisition, the extirpation of heresy, the extirpation of Protestantism, which is clearly spelled out in the Jesuits' oath, and that's exactly what's about to happen in this country. As a result of this legal coup, the fourteenth Amendment, today we have the Jesuit led Patriot Act masterminded by the Roman Catholic Jesuit professor Viet Din of Jesuit Georgetown University Law School. He was assistant secretary of, 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 uh, of uh, the courts, Secretary of Justice. Under John Ashcroft. He was a Vietnamese Roman Catholic refugee to this country. He was hustled through his Jesuit education. And he led the writing of the Patriot Act, which was ready for re reading in Congress before the dust even settled on 9-11. Does that give you any clue what 9-11 was all about? The Jesuits did 9-11 too. They had the, they had the solution prepared, ready to go before the dust even settled. They had it written by a Vietnamese Roman Catholic refugee, a Jesuit priest, an adjunct professor at Jesuit Georgetown University Law School. He said, truly the Jesuits can now say of America, as did Julius Caesar to the Roman Senate after his victory over Zella, Turkey. Vendi, Vidi vici. I came, I saw, I conquered. Nou, dat was Tom Frazz. En ik zal het even proberen samen te vatten wat hij nou zoal heeft gezegd. Deze aflevering van hem, van Code Word Babylon, ging met name over de Amerikaanse burgeroorlog... Want in Amerika hebben zich twee oorlogen vlak na elkaar afgespeeld. En de eerste was de Onafhankelijkheidsoorlog, waarin Amerika zich onafhankelijk vocht van de Britse nou, overheerser, zo staat het in de geschiedenisboeken. En daarna kreeg je de oorlog tussen het Noorden, de Noordelijke Staten. En de zuidelijke staten. En dat wordt ons verkocht als een oorlog tegen de slavernij, omdat in de zuidelijke staten, daar had men slaven en in de noordelijke staten vond men dat dat niet kon. Zo wordt die oorlog ons verkocht. Allebei die oorlogen zaten heel anders in elkaar. Allebei die oorlogen zijn veroorzaakt vanuit het Vaticaan. Dat wordt helemaal uitgelegd door Tom Fress in de minuten voorafgaand aan wat je nu net hoorde. Waarin hij refereert aan documenten. En dat zijn brieven geschreven, officiële brieven geschreven aan... van de ene legerleiding aan de president ofzo of... Die brieven, die, daar kan je de inhoud van opvragen bij het ministerie van Oorlogsdocumentatie. Met datums en documentennummers. Dus compleet helder. Daaruit blijkt dat het Vaticaan betrokken was bij die beide oorlogen. En de Eerste Oorlog was ervoor om te zorgen. dat er een breuk kwam tussen het protestanten. Amerika en het protestante Engeland. Een uitvoering van de techniek en die heet Verdeel en Heers. Want de, de Amerikaanse bevolking van die dagen had helemaal geen moeite met het feit dat er uh, in het Britse. Uh, dat ze een Britse kolonie waren. De. Er wordt dan gezegd in de geschiedenisboekjes dat het ging om de belasting op thee. En die was dan ridicuul hoog, maar dat sloeg nergens op. Dat heeft ook Frederik Tapersorsi in zijn boek Rulers of Evil uitgelegd. Dat de hoeveelheid thee uit Engeland, daar, zit een, daar zat dus inderdaad een, een percentage op. En in Amerika kon je volop thee kopen uit allerlei andere landen ook. Dus ja. Alleen de thee uit Engeland was wat duurder, meer niet. Dat was geen reden om een oorlog te gaan beginnen. En dan die Tweede Oorlog, waar ik het over heb, de Burgeroorlog tussen het Noorden en het Zuiden, die is aangeslingerd door het Vaticaan en het Vaticaan heeft tegen het Zuiden gezegd van begin maar die oorlog tegen het Noorden en wij zullen je helpen. Abraham Lincoln was toen president van het Noorden, Luk Deel, en die wist ervan. Abraham Lincoln wist ook dat, hij, dat, dat, ze, ja, dat, dat zijn leven gevaar liep. En in 1865 is hij vermoord door de Katholieke Kerk. En de katholieke kerk wordt sinds de helft van de 16e eeuw... ...gedomineerd door een nieuwe orde. En dat is de orde der Jezuïeten. Dat is die orde waarin Adam Weishaupt deelnam. En Adam Weishaupt is de oprichter van de Beierse Illuminati. Dus vandaar Jezuïeten, Illuminati, vreemdselerij, die komt er ook nog bij... Maar Illuminati, dat is een vorm van vrijmetselarij. Dat is een onderdeel van de Jezuïeten. Het wordt ook wel genoemd het protestante deel van de contra-reformatie. Ja, de contra-reformatie is de organisatie of de, de activiteit binnen de universele kerk. Om het protest tegen de universele kerk de kop in te drukken. En dat gebeurt dan enerzijds middels mensen van de kerk zelf. Dat zijn dan de Jezuïeten. En aan de andere kant gebeurt het dan door organisaties die buiten de kerk staan, die dus zogenaamd protesterend zijn tegen de universele kerk, maar die daar in achterkamertjes overleg helemaal niet moeilijk over doen. Dus die contra-reformatie, dat is dus contra de reformatie van Luther, die bestaat uit een katholiek-universeel deel en een tussenhaakjes-protestants deel. Ja, alsof ze tegen de universele kerk zijn, helpen ze mee om het protestantisme de kop in te drukken. Zo zit het in elkaar. Nou, heeft die. Tom Fresh die heeft het over het veertiende amendement. En dat is een amendement op de Amerikaanse grondwet. En dat amendement heb ik er even bijgepakt. En dat zegt. Dit amendement is ingevoerd in 1868, dus drie jaar na de dood, na de moord op Abraham Lincoln. En daarin wordt gezegd dat iedereen die geboren of genaturaliseerd is in de Verenigde Staten, dat die daarmee. Per definitie een burgerschap heeft gekregen, en daaraan toegevoegd is het ook verboden om verboden aan de staten, de afzonderlijke staten, om mensen te verbieden om te hebben, dat Engels is dan life, liberty en property. Waar het op neerkomt is dat citizenship, dus burgerschap, dat wordt niet langer bepaald door de staten, de afzonderlijke staten, maar is iets van de federale overheid. Terwijl daarvoor was de situatie zo dat je burger was van een staat in Amerika. En die staten hadden een federaal uh, overlegorgaan. Maar met dat 14e amendement was burgerschap niet langer burgerschap van een staat van Amerika, maar was je burger van de Verenigde Staten. Dus van de federale overheid. Je kan zeggen, op, met dat 14e amendement waren alle Amerikaanse staten. Hun burgers kwijt. Want die burgers waren plotseling geen burger meer van de Staten, maar waren burger van de federale staat, van de Verenigde Staten. Iets wat ons in Europa nog te wachten staat, of je zou moeten zeggen dat het al zover is? Ik zou voor de grap, zou ik nu even. Ik doe het ook even. Ik pak even mijn ideebewijs erbij. Wat grappig, ik heb dit ideebewijs. <laughs> heb ik dit jaar gekregen. Gratis. <laughs> een heel verhaal. Het was een... Uitkering aan het aanvragen. En ik had geen ideebewijs en ik had ook geen geld om een eentje aan te schaffen. Even kijken of dit nou een ideebewijs is waarin ik lid ben van de Europese Unie, ja of nee. Nou, als ik dit zo bekijk, dan staat op dit ideebewijs nog dat ik een burger ben van Nederland. Zat er wel in twee talen, maar oké. Het is een Nederlandse identiteitskaart. Um... Nee, dat staat hier niet echt. Nou, het is een kwestie van tijd hoor, denk ik. En dan komt er een. Uh... Dan wordt het een ander verhaal. Ik heb in ieder geval, hiernaast heb ik mijn rijbewijs. En daar staat NL op. Maar die vlag, dat is een Europese vlag. Dus op mijn rijbewijs staat een Europese vlag. Op mijn ID-bewijs nog niet. En beide gelden ze als hè, identiteitsbewijs. Dus ook hier in Europa kan je ervan uitgaan dat wij ons Nederlands burgerschap gaan verliezen. In die zin dat het niets meer inhoud dan dat je... ja, je bent dan van de... provincie... Nederland, en niet van het land. Maar je bent straks een burger van Europa. En dat zit in het 14e amendement... als je het hebt over Amerika... en dat is dus in de einde van, aan het einde van de 19e eeuw... is dat uh, doorheen gejoeperd. Dat was totaal de bedoeling niet... Toen die staten bezig waren met een federaal orgaan. De bedoeling was niet dat, die, dat het federale orgaan een overheid zou worden. Dat was namelijk nou niet de wens van die staten, want die waren prima in staat om voor zichzelf te zorgen. Het enige wat ze nodig hadden was een algemeen overleg. Dat hebben wij hier in Europa precies zo. Er is niks mis met een, een overleg in Europa het probleem met Europa is dat Europa zich gaat opstellen als een staat. En dan worden wij dus geregeerd door een club mensen die wij helemaal niet kennen. En die club mensen die kent ons ook helemaal niet. En die club die gaat bijvoorbeeld verbieden dat wij voor de Nederlandse kust windmolens gaan bouwen, want die club zegt dat dat niet goed is voor het milieu, terwijl wij het beste weten dat windmolens voor de Nederlandse kust. Ja, uh, en wie heeft er last van? Jij? De, de Gors op de hoge Veluwe? Nou, volgens de EU wel, hè? Volgens de EU geeft een windmolenpark. in de Noordzee. dermate veel stikstofdioxide en stikstofmonoxide. dat hele, hele natuurgebieden in Nederland de moord gaan steken. Maar dat is, er komt. Ja, goed, er zit natuurlijk iets anders achter vanuit Europa. Maar dit gaan ze even tegen ons zeggen. Daar beroepen ze zich op. En wij zeggen dan: oké. Okay. Maar hadden wij Europa niet, dan hadden wij al lang dat windmolenpark gehad. En wat is er nou beter dan zo'n windmolenpark midden op zee? Want dan heb je er geen last van. Los van het feit dat je midden op zee lekker veel wind hebt. Maar wij mogen geen windmolens van de EU. Ja, en Tom Fresh bespreekt dus zo'n overname. Ja, want wat dus de EU is voor Europa, dat is de federale overheid voor Amerika. En dan komt hij met het fenomeen van de Patriot Act. En de Patriot Act, een patriot, dat is een, uh, ja, iemand die een heel erg uh, vaderlandslievend is. Hè? En dat is dan een act, is een wet. Dus het is een vaderlandslievende lievend, vaderlands wet. Een wet voor de vaderlandslievende mensen. En die Patriot Act die is ingevoerd, zoals Tom Fress zo mooi zei... toen de puinhopen, nee, toen het stof van de aanslagen van 11 september... nog aan het neerdalen was... En in die gebouwen zijn er geen stof veranderd in 17 seconden of zo. Ja, dat is nog nooit gebeurd op de hele wereld niet, hè? Dat een stalen gebouw van 440 meter hoog van stalen, hè. Met allemaal kantoorapparatuur erin. En ik weet niet hoeveel mensen er nog in. En... Koffiezetautomaten. En uh, aquaria. En wat zit er nog meer in zo'n gebouw? Koelkasten. Computers. Bureaus. Bureaustoelen. Uh, kantoortapijt. Gordijnen. Asbakken. Archiefkasten. Telexmachines. Printers. Zeg maar. Wat heb je nog meer in een kantoor? Telefoons, tv's. Alles veranderde in stof. Gek hè? In 17 seconden. Ik weet niet hoeveel kubieke meter aan kantoorruimte en kantoorapparatuur en kantoormeubilair. Veranderde in 17 seconden in stof. Want na die 17 seconden, op de plek waar die gebouwen stonden, lag een fractie van de hoeveelheid materiaal die er 17 seconden daarvoor nog stond. Misschien 10 procent qua gewicht. En de rest was veranderd in stof. En lag door half New York heen. Nou, dat stof was nog aan het neerdalen. En toen was die Patriot Act al klaar. En die Patriot Act die werd dus ingevoerd omdat die aanslagen hadden plaatsgevonden. En er moest iets gebeuren. Maar die Patriot Act was van tevoren geschreven. Dus het was of een enorm handig toeval, of ze hadden die wet van tevoren geschreven, met in het achterhoofd: nou laten we maar op tijd beginnen. En dan komen die aanslagen en dan kunnen we gelijk als die aanslagen zijn geweest... ...want het ijzer moet je... Uh, wat was ik weer? Moet je dingen zoals als het uh, heet is of zo? Het ijzer moet je... Uh, 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 ...als het heet is. Smeden, ja. Het ijzer moet je smeden als het heet is... En wie heeft de Patriot Act geschreven? Nou, dat was een man en die heette Viet Ding. En Tom Fresh lepelt helemaal op wie meneer Viet Ding of Din is. En waar hij vandaan kwam. Hij kwam uit Vietnam. Hij was een vluchteling. Het was een Jesuitische priester. Het was iemand die heeft gestudeerd aan de Georgetown University. De Georgetown University is de jezuïte universiteit van Amerika. Dat is de jezuïtische universiteit van de wereld. Daar heeft Bill Clinton ook op gezeten. Dus. Als je het hebt over aanwijzingen dat het de jezuïeten waren die achter de aanslagen van 11 september zaten, dan is dit een aanwijzing. Er gaan er ongetwijfeld nog meer volgen. Want dat boek Code Barbelen en dan de tweede deel, was ook weer... Uh... De Antichrist is een woman, of zo. Ja, daar staat nog meer in. En uh, ja, vandaag uh, had ik op mijn werk uh, een leuk gesprek met een manager schoonmaak. En die was geïnteresseerd in mij. En ik heb hem mijn telefoonnummer gegeven, een telefoonnummer. <laughs> En dat zou kunnen gaan inhouden dat uh, meneertje Perritje winkeltje, je kent hem wel, dat ik in de running ga voor een vaste aanstelling. Kijk, en dat betekent dat ik uh, financieel, ja, ik word niet stinkend rijk of zo. <laughs> uh, maar ik kom, ah. Het inkomen wordt uh, vaster en gegarandeerder. En dat is natuurlijk fijn. En dat betekent dat ik dat, uh, dat boek uh, Codewoord Barbellon. The Antichrist is a Woman. Uh, die kan ik dan gaan kopen. Dat kost mij 40 euro of zo. Nou, die kan ik dan wel leien. En dan kan ik de rest gaan bespreken voor jullie. Kijk, het is een tijdje terug dat ik eerder de stad liep en toen werd ik aangesproken door een jonge man, ja, of twintig was hij denk ik, op een zaterdag. Het was een uurtje of vijf s middags en hij vroeg aan mij of ik een krant wilde. Zo'n uh, reclameactie, iedereen een krant geven. Nou. Ik zei tegen die jongen:. Van, um, ja, dat ik die krant wel wilde hebben. Zo. Maar dat ik voor de rest niet geïnteresseerd was in het nieuws. Maar zei ik. voor een keertje. Ja. En die jongen die zei dat hij ook geen krant las. Hij deed het voor het geld. Ja, een jonge jongen en ja, hij kon een centje verdienen door kranten uit te delen in Arnhem. Ja, dat deed hij dan maar. Dus ik kreeg een krant van hem en toen maakte ik een praatje met hem. En die jongen die gaf tot mijn plezier, gaf te kennen dat hij geen s'nachts geloofde van het officiële verhaal van de aanslagen van 11 september. Het was voor hem duidelijk dat Osama Bin Laden met zijn 25 handlangs. Dat dat een sprookje is. En toen vroeg ik aan hem: van ja, als je nou weet dat Osama Bin Laden het niet gedaan kan hebben. Wie hebben het dan voor ons jou wel gedaan? En toen zei hij. Al sla je me dood. Hij zei: ik weet het niet. En eerlijkheid gebiedt mij dat ik op dat moment niet zoveel wist om tegen hem te kunnen zeggen: van nou, het waren de jezuïeten. Ik denk als ik die man nou zou spreken, dat ik zou zeggen nou, het waren waarschijnlijk de jezuïeten. En ik denk dat ik over een, een maand, twee maanden of zo, dan, dan weet ik wel iets meer over mijn inkomen. En trouwens misschien denk ik wel na mij de zon ik bestel dat boek gewoon. Ik denk dat ik het dan, als ik dat boek heb doorgespit, dat ik dan in zo'nzelfde situatie beland tegen zo'nzelfde persoon zou zeggen: Het waren niet waarschijnlijk de Jezuïeten, het waren de Jezuïeten. Daar ga ik vanuit. Tom Fress zei dat in het tweede boek het allemaal netjes opgeschreven staat. En horende van de kwaliteit van P.D. Stewart, die auteur, van het eerste boek, dat, de kwaliteit van het eerste boek bedoel ik dan, hè? de kwaliteit die die auteur bewijst met dat eerste boek, <coughs> ja, die geeft aan dat die man zijn literatuurstudie doorvrocht heeft gedaan. En met die officiële documenten erbij, met datums en documentnummers. De brief van Piet aan Jan. Brief nummer 168, de dato, huppeltje pup. Ja, als je dat met dezelfde kwaliteit het bewijsmateriaal rond de aanslagen van 11 september heeft verzameld, dan, dan is het een uitgemaakte zaak. En ik weet het nu nog niet zeker. Dat, dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Nou, binnenkort weet ik het wel zeker. En als ik mijn geld erin op moet zetten, als ik ze moet gokken, dan zou ik gokken dat ze het gedaan hebben. Het is typisch iets voor die organisatie. Het past helemaal in hun. Hoe heet het ook weer? Modus operandi. Hun manier van werken. Het uitlokken van oorlogen. Dat is hun grote spel. Dat hebben ze in Vietnam ook gedaan, hè? Die oorlog tussen Noord- en Zuid-Vietnam is uitgelokt. En het Amerikaanse volk is daar de dupe van geworden. Ja, het Vietnamese volk ook. Maar het Amerikaanse volk ook. En wij kijken dan achteraf naar films zoals Apocalypse Now met Marlon Brando. En wij denken, jee, wat een leuke film. Nou is die film Apocalypse Nou niet een echte slechte film. Als je de achtergrond kent van de oorlog in Vietnam. en je kijkt dan naar Apocalypse Nou. dan denk je. wat een. Wat een kleuterfilm. Wat een kwaliteit. Uh, teletubbie een La La Land film. Als er een film bezijden de waarheid is. dan is dat Apocalypse Nou. Want het ging erom dat in het zuiden van Vietnam. daarin waren. Allemaal afzonderlijke soevereine gebieden, kleine staatjes. En er was daar een grasroot uh, boeddhistisch geloof. En zoals je weet, mag je van de universele kerk, uh, mag je echt elk geloof aanhangen. Als dat geloof maar onder de besturing staat van Rome. Je mag best boeddhistisch zijn, dat, dat maakt geen donder uit, maar dan ben je wel rooms-katholiek boeddhistisch. En in het zuiden van Vietnam had je puur boeddhistisch, uh, boeddhistisch recht u recht aan. En dat was niet uh, de bedoeling. We hebben allemaal die foto's gezien in de krant van uh, die boeddhistische monniken die zichzelf in de brand staken. Ja, waarom zouden die dat doen anders dan dat zij zich belaagd voelen in het uitoefenen van hun geloofsovertuiging? Uit pure wanhoop. En de Amerikanen maar denken dat ze oorlog aan het voeren waren tegen die uh, communisten van het noorden. Maar ze waren oorlog aan het voeren tegen het zuiden. Oh, 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 wat zijn de mensen voor de gek gehouden? Er is nog zo'n generaal geweest en die kon zichzelf wel de haren uit het hoofd trekken. Want dan hadden ze die aanvoerroute van de Viet Kong. Het waren de Noord-Vietnamezen met een communistisch heilstaatidee. En die hadden een weg, en over de, die weg die heette de Ho Chi Minh-route. En daarover, over die weg werden de, de kogels en uh, schietmateriaal en. Munitie. en brandstof. en voedsel. en kleding. en tenten. en al die meuk. die werden aangevoerd. Nou, en dan hadden die Amerikanen. die, die weg helemaal tot uh, Smithereen gebombardeerd. Zodat die helemaal vol met gaten zat. en kortom, dat er dus geen transport meer mogelijk was. En dan was er een generaal. en die zei van. oké, okay, nou, dan. Uh, ja, dan gingen die noord vietnamezen die gingen natuurlijk die Ho Chi Minh route repareren. En die generaal zoiets van, nou laat ze maar lekker repareren. We wachten tot ze bijna klaar zijn. En dan gaan we weer bombarderen. En dan laten we ze weer lekker die weg repareren. Nou, lekker je best doen. Laat maar lekker, ja joh, helemaal, helemaal heel maken. Nou, dan wachten we weer tot die hele weg heel is. Dan gaan we die weer bombarderen. Maar die herhalingsbombardementen die mochten niet, van de Amerikaanse overheid niet, van de legerleiding niet. Gek, hè? En als jij dus nu, hè, dat ik je dit verteld heb, als je dus snapt dat het helemaal niet een oorlog was tegen het noorden van Vietnam, maar een oorlog tegen het zuiden van Vietnam, dan begrijp je wel. Waarom die Ho Chi Minh-route voor de vorm wel gebombardeerd mocht worden, maar niet in het echt. Amerika mocht hem even bombarderen en dan was hij helemaal kapot. En dan kreeg het Noorden alle tijd om die weg te repareren. Om vervolgens al die transporten van wapens en munitie en brandstof en voedsel en tenten en medicatie en wat je maar nodig hebt. Troepen. Dat het transport weer op gang kwam. Want het zuiden was het doelwit. Het noorden was al in handen van de paus. John F. Kennedy wist dat die oorlog in Vietnam een oorlog was van de paus. En John F. Kennedy wilde die onzin ook stoppen. John F. Kennedy wist dat er een samenswering was in Amerika. Hij noemde dat een monolithische samenswering. Dus een samenswering uit één stuk. Hij heeft niet de naam genoemd van de Jezuïeten. Maar hij noemde wel die merkwaardige term de Monolithic Conspiracy. Nou, en we weten hoe het met John F. Kennedy is afgelopen. Die hebben ze op klaarlicht dag doodgeschoten. <coughs> met iedereen erbij. En dan ook waarschijnlijk dat ze dus met het doodschieten van John F. Kennedy... dat ze al het hele scenario van tevoren klaar hadden... Dat ze al wisten dat ze Lee Harvey Oswald de schuld zouden gaan geven. En, en die andere man, hoe heet die ook alweer, dat ze die zouden gebruiken om Lee Harvey Oswald dood te laten schieten. En dat ze ook al een heel rookgordijn aan alternatieve theorieën de wereld in zouden laten slingeren. Iets wat ze met 9-11, met 11 september, die aanslagen ook hebben gedaan. Ja, want na die aanslagen van 11 september kwam er al heel snel die film uit, Loose Change. Ja, Zo'n film maak je niet even op een, uh, een regenachtige uh, dinsdagmiddag, hè? En wie krijgen dan de schuld volgens Loose Change? Ja, uh, ik zou het nog steeds niet weten. Ik heb die film al vier keer gezien. Maar ik weet niet wie de schuld krijgt. Condoleezza Rice die krijgt een veeg uit de pan. Uh, van nou, nou, het is wel vreemd wat ze heeft gedaan. En George Bush die krijgt een veeg uit de pan. Van nou, het is wel raar wat hij heeft gezegd. En uh, Donald Rumsfeld, uh, nou, dit is wel heel idioot zoals hij zich heeft opgesteld. En, eh? Maar dat zijn allemaal hele vage verdachtmakingen. Meer niet. Geen concreet uh, de vinger ergens op wijzen. Uh, Loose James is in die zin een heel goed. Een propagandastuk om de aandacht af te leiden van de werkelijke dader. Namelijk de monolithische samenswering die Amerika heeft overgenomen. En waar John F. Kennedy voor waarschuwde en waar Abraham Lincoln voor waarschuwde. Abraham Lincoln was, er van, was er zich van bewust. En Charles Chinequi, dat was een Jezuitische, voormalige Jezuïtische priester. Of een priester van de kerk in elk geval. Die heeft Abraham Lincoln ook gewaarschuwd. Abraham Lincoln heeft doodleuk tegen die priester gezegd: van, Ja, ik snap je. Ik, ik snap je waarschuwing wel. Maar ik zie geen andere reactie van mijn kant dan. Uh, er klaar voor te zijn om ieder moment uh, te moeten sterven. Ik zie de dood onder ogen. Ik, ik, zou niet anders, ik zou geen andere manier weten om ermee om te gaan. Want ik kan me niet verdedigen. Ik moet het onder ogen zien. Ik moet klaar zijn om doodgeschoten te worden. Dat is het enige wat ik als mogelijkheid zie. En doodgeschoten werd hij. Uh, Abraham Lincoln en John F. Kennedy ook. En dat zijn twee presidenten waarvan we weten dat ze door de katholieke kerk zijn doodgeschoten. En bij Abraham Lincoln weten we dat voor 101% zeker. En bij John F. Kennedy zitten daar nog. Ja. Ik, ik weet niet of we het echt helemaal zeker weten. Qua bewijsvoering dan. Ik denk dat je voor 100% er verzekerd van kan zijn dat ze het gedaan hebben. Maar in het geval van Abraham Lincoln liggen de bewijzen wel keihard op tafel. En in het geval van John F. Kennedy weet ik het niet zo 1, 2, 3. Maar het zou kunnen dat het ook zo goed is uitgezocht. Maar het is voor mij helemaal duidelijk. Dat John F. Kennedy omgelegd is door de katholieke kerk. John F. Kennedy die ging iets te veel de president uithangen van Amerika. in plaats van een loopjongen te zijn voor de paus. En dat moet je niet doen. Dat kost je je kop. Ja, neem iemand als Donald Trump, die. Ja, die loopt keurig aan de leiband. Hè? En dan kan je zeggen, ja, maar Trump is toch uit het klimaatakkoord gestapt van Parijs. En dat akkoord was toch van de Poos. Ja, daar heb je gelijk in. Dat soort dingen laten ze dan, die ruimte laten ze dan Trump. Omdat ze ook wel weten dat ze Trump. Ja, die moet een bepaalde rol vervullen. En dan moeten mensen denken van, ja, hij komt echt op voor Amerika. Oh, make America great again. Terwijl het ding wat Amerika nu bedreigt. Dat is de massale immigratie van katholieken. En die komen echt met miljoenen komen ze de grens over. En dan gaat Donald Trump zo'n raar idee uh, postuleren van ik ga een muur bouwen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Donald Trump had alleen maar hoeven zeggen. van iedereen die hier in Amerika in de ronde loopt. zonder geldige papieren. die gaat onmiddellijk naar de gevangenis. En als de gevangenissen vol raken, dan maakt niet uit. dan beginnen we kampen. Dan ga je maar naar het kamp. Uh, hij had kunnen zeggen. van. Uh, ik stuur een delegatie naar Israël. en die mag gaan kijken hoe Israël omgaat. met mensen die daar op straat worden aangetroffen. zonder geldige papieren. Wat denk je dat jou overkomt. als jij in Tel Aviv. Dan uh, wil jij een baantje bij een of andere uh, shawarma tent of zo. En dan komt uh, de belastingdienst daar een keertje binnen. en, en die, uh, die ziet dat jij daar uh, shawarma staat te bakken. of broodjes staat te rollen. of de knoflooksaus uh, er zit te draaien. en dan blijkt jij geen geldige papieren te hebben. wat denk je dat er met jou gebeurt, jongen? Een linea recta ga je naar het kamp. En dan, het is niet eens zo dat als je, als je in Israël, als je betrapt wordt op straten, dat je dus in Israël, in Tel Aviv of Jeruzalem of waar dan ook, Bethlehem, Bethlehem, als jij daar betrapt wordt zonder geldige papieren, nou, punt 1, je, je, die dag kom je niet meer thuis. Het eerste waar je belandt is in een cel of het politiebureau. Vervolgens ga je naar een kampement toe en dan word je niet eens gelijk uitgezet. Nee, ben hem af. Nee, dan houden ze je eerst nog een paar jaar vast, rustig een paar jaar. En dan word je de grens overgezet en dan wordt tegen je gezegd, niet meer terugkomen. En als je dan wel weer terugkomt, dan ga je niet voor twee jaar naar het kamp, dan ga je voor vijf jaar naar het kamp. En you believe me, dat in dat kamp. ...daar uh, heb je niet uh, van overheidswegen een iPad. Of een an andere smartphone of zo. En een sauna elke maandag. Ben jij maf? Kijk, zo kan Donald Trump het ook aanpakken. Als Israël dat kan betalen. Dan kan Amerika dat toch ook wel betalen, of niet? Maar dat doet Trump niet. Dus wat dat schouwspel, wat zich afspeelt met Donald Trump, en uh, van ons dan uh, heb je Mark Rutte, en, en onze Europese Unie, en uh, Poetin, en, en allemaal, allemaal, al die andere namen. Die, die Boris-huppeltje-pup, die vertrouw ik ook niet hoor, die fan van die brexit. Dat vind ik ook maar een vage gozer. Eerst maar eens kijken of hij het voor elkaar krijgt. Dat hij de Britten uit de EU weet te krijgen. Ik vraag het me af Die Nigel Farage bijvoorbeeld, dat vind ik ook zo'n vage gozer. Ik heb het al eens eerder gezegd: van, als, als land doe je één ding niet meer. En dat is geld betalen aan de EU. Gewoon oh, niet meer betalen. En dan kan de EU vervolgens komen met allerlei maatregelen. Maar dan kan jij zeggen: van ja, uh, wij hebben niet betaald voor die uh, maatregelen. Dus het zijn onze maatregelen niet. Dus zeggen: nee, ja, bekijk het maar lekker met je eigen. Want je, je koolstofdioxide uitstoot of je stikstofoxide uitstoot of wat ze nou weer willen. Er We stond hier laatst in de krant van uh, Arnhem. Dat ergens in Presikhaaf, dat is een wijk hier in het, in het noorden van de stad. Daar uh, mag een, een kinderspeeltuin gerenoveerd worden. Want uh, ja, met die stikstofmaatregelen uh, en uh, limieten en zo. Uh, nou, het was wel even spannend of dat mocht het uitbreiden van een... of het onderhouden, verbouwen, vernieuwen... van een kinderspeelplaats. Met schommels en glijbanen en een zandbak. En een clubhuis. Dat zou eventueel niet mogen... omdat de EU dat niet zint. We werd er helemaal gek geworden. We hebben geen tijd om te wachten op dat... Jerry Baudet een keertje in gaat grijpen nadat hij er nog eens een keer heel goed over heeft nagedacht. Jerry Baudet had te lang we moeten zeggen: nou, we betalen niet meer aan de EU. Dat is punt 1. En als ieder land dat nou doet, is die EU zo uitgekakt. Maar het rommelt allemaal maar lekker door. Dat is het hele punt. En daar word jij niet blij van en daar word ik niet blij van. Dat lijkt me nogal minus, of niet? Nou, dit was wel een mooie. Over de jezuïeten, de Illuminati, de vrijmetselarij en de aanslagen van 11 september. Ik ga lekker doorluisteren naar Tom Fresh als ik weer zo'n duidelijke uitspraak van Tom tegenkom over de aanslagen zoals nu over die Viet Ding, die Jezuïtische Vietnamese vluchtelingenpriester, immigrant. Als ik dan weer eentje hoor, dan, dan maak ik wel weer een uitzending erover. En, en als dus mijn financiën toelaten, dan ga ik dat boek bestellen bij Bol.com. Daar kan je het kopen. Verrassend genoeg, koudwoord Babylon. The Antichrist is a woman. Ik ga ze dadelijk eens even kijken wat het nou precies kost. Misschien valt het nog wel mee. Hey, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen op zijn Hamburg. Tot de volgende keer. En dag Tjus.